nou is okidoki door bijna voorbij. Wat vind je ervan? Niet echt leuk. En jij? Jammer. Jammer. Wat zul je het meeste missen? De leiding verven. Ook de leiding verven. De hut. En heb je al iemand gezien die een beetje gehuild heeft? Niet echt. Nee. Nee. En wat ga je morgen dan doen? Minecraften. Spelen. Buitenspelen. Vraag aan Pepijn hoe erg dat hij het vindt dat Okidoki dorp er bijna mee stopt. Heel erg. Heel erg erg. Hoe erg vind je het dat Okidoki dorp nu bijna voorbij is? Ik vind het wel heel erg jammer, maar ja, het is ook wel een beetje fijn. Dan kunnen we weer uitslapen in plaats van de hele dag op tijd wakker gemaakt te moeten worden. Nou, het is wel jammer dat het afgelopen is, maar het is ook wel weer leuk, want als het altijd okidoki is, is het ook weer niet, wordt het ook weer saai, dus dan is het ook weer niet zo heel erg leuk. Bert heeft één kind hier bij Okidoki Dorp zitten en we zijn heel benieuwd wat hij vindt van de organisatie eigenlijk. Nou, ik vind het prima, de hele organisatie is netjes voor elkaar. Ze hebben het echt goed netjes voor elkaar. Ja? Kind is ook altijd blij als hij thuis komt? Ja hoor. Nee, ze kijken er goed naar. Met alles zijn ze goed bezig. Ze hebben jouw zoon toevallig niet geblesseerd geraakt een keer? Nee, ze zijn met alle zorg. Ze kijken er heel goed vooruit. En je brengt het kind morgens en er staan er gelijk vier groepleiders die staan er dan te wachten op het kind en die vangen het kind op. En s'avonds, als je het op komt halen, ja, dan ja, je haalt het bij die groepleiders op en het kind is in goede handen. Bij ons Mary is dus oma van één kleinkind en we willen eigenlijk weten meer wat van die organisatie hier. Doen ze dat goed, die mensen? Ja, ik vind het hartstikke goed. Ja. Ja, ze zijn ook heel goed met de kinderen bezig. Vind ik echt fantastisch. Ik ben twee keer heb ik Joey weggebracht in de modder, in de regen. En toen had je je pumps toch niet aan? Nee, dat niet, gelukkig niet. En ja, nou, het feestavond nou hier, nou echt heel gezellig. Alleen ja, ik kom in de regen en geen hutten meer. Bij ons Hans de Jonge. Hans, vrijwilliger vandaag. Ja, klopt. Vandaag, gisteren en de rest van de week. Want jij vindt Okidoki Dorp wel heel erg leuk, hè? Ja, kijk, Okidoki is natuurlijk een fantastisch feest waar je gewoon, als je bekend bent in Wijchen, waar je gewoon vroeger zelf mee bent opgegroeid. Dan is het gewoon gaaf om dan door te groeien tot vrijwilliger en dan, ja, die 750 kinderen, want het zijn echt gewoon 750, gewoon om die zo'n mooie week te bezorgen, ja, dat doe je het voor. Ja. Welke deel dat jij verzorgt? Wij organiseren alle evenementen om het huttenbouw heen. Dus dat kan zijn van de stormbaan tot aan de zwembaden en alle activiteiten, de spelelementen, zeg maar, de hele week. En dan zie je dat de kinderen heel veel plezier hebben, hè? Ja, het is genieten. En het mooie aan kinderen is dus dat ze gewoon hier naartoe gaan met schone kleren, naar huis gaan met vieze kleren. En het maakt ze helemaal niks uit of het nou regent, de zon schijnt. Ze vermaken zich altijd en ze hebben gewoon een schitterende week. Bij ons Noah, Anne en Lisanne. En we willen dolgraag weten wat jullie nou zo leuk vonden bij Okidoki. Ik vind alles altijd leuk. Alles, dat kan niet. En vooral schminken. Mega Mindy op mijn gezicht. Want vind je mooi als gezicht te veranderen? Wat? Je vindt het mooi als gezichten veranderen of mooier worden? Ja. Met onze leiders. Altijd. Anne? Ja. Ik vond het leukste het voetballen en het klimmen daar op het achterveld. Op het voorveld was eigenlijk niet zo heel veel te doen. Maar op het achterveld vond ik het allerleukst. Was dat die Hans die dat toevallig dat een beetje regelde? Ja. Ja. En bij het zwembad was het eigenlijk iets te koud ervoor. Ja, alleen gisteren was het heel erg mooi, maar voor de rest van de dagen was het niet echt heel erg mooi. Maar ik zie wel, je hebt genoten, hè? Ja. En jij? Alles. Alles kan niet. Er is altijd één ding het mooist. Ja, kijk je ook. Nou, het is je zuur. Nee, gewoon alles. Alles is allerleuk. Duco en Tiffany zitten bij de organisatie een beetje van de vrijwilligers. Elke avond lekker een biertje drinken en zo, Duc. Hoe leuk is dat? Ja, dat is niet te omschrijven. Het is gewoon gezellig en ja, alles samen. Spelletjes spelen, avondeten, kampvuurtje. En dan overdag de kinderen. Gewoon één topfeestje.
Heeft hij gelijk? Zijn jullie een hele hechte groep geworden? Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon, je trekt zoveel met elkaar op de hele week. Je slaapt hier, je wordt samen wakker. Je bent samen met de kinderen bezig, samen maken er een mooie tijd van. En de tijd vliegt voorbij, dus dat zegt al hoe leuk dat het is. Jij doet het ook al 5 jaar, hè? Ja, mijn 6e jaar inmiddels al zelfs. Ja. Was het dan zo leuk? Ja, gewoon alles. Alles eromheen en met de kinderen. Het is gewoon altijd één groot feest. Duke, voor jou is het altijd wel een feestje, maar wat maakt dit nou zo speciaal? Waarom is het voor mij altijd een feestje? En wat maakt dit speciaal? Nou ja, dit is gewoon, je hebt nergens een plek waar iedereen hetzelfde is. Je hebt hier skaters, alternatieve mensen, echt van alles wat door elkaar heen loopt. En nergens maak je nog mee dat op één plek alles hetzelfde is. En hier is het wel, hier is iedereen hetzelfde. Toch? Ja. Ja, dat is gewoon mooi. Echt een heel leuk feestje. Ja. Mare van Hooydonk en we praten kort met haar over Okidoki Dorp 2014. Mare, kan je een hele korte samenvatting geven over 2014? Ja, dat kan ik wel. Het was een heel jaar waarin we heel veel moesten regelen. Wat? Nou ja, we hebben het al eerder gehad over dat het weer zo wispelturig was, om het zo maar te noemen. Maar daar heb je geen invloed op, kan je nooit niks aan doen, hè? Nee, dat klopt. Dat is zeker waar, maar daar moet je wel iets mee. Dus dat kostte wat energie, maar ook daarnaast was het een jaar met heel veel vrijwilligersinitiatieven. Dat was ook ontzettend leuk. Heel veel dingen die vrijwilligers zelf opgezet hadden, zowel voor de kinderen als voor elkaar. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben bijvoorbeeld dit jaar 3 jongens die hebben een broodjestand opgericht. Waarin ze broodjes verkopen aan voor een heel schappelijk prijsje. En die maken ze dan en die maken ze voor vrijwilligers. Dus dat is ontzettend leuk. En daarnaast is er een andere groep dames die dus voor kinderen een nieuwe tent hebben opgericht. En eigenlijk voor de allerkleinste om een soort van chill tent op te richten. Waar de kleintjes even tot rust kunnen komen. Dus uitrusten. Echt om ook de kleintjes tegemoet te komen hier op Okidoki. Pedagogisch verantwoorde ondernemingen? Zeker, meestal wel. Natuurlijk is broodjes ook, die broodjeszaak is ook een heleboel gezelligheid. En dat is ook belangrijk, denk ik. En juist, ik denk echt dat je dit jaar weer ontzettend zag dat de sfeer onder vrijwilligers ontzettend goed was. En dat men echt, dat zie je ook weer met opruimen, wat wij in de blubber hier vanmiddag 2 uur lang het hele veld hebben leeggekregen. Ja, het is zo bijzonder. En je hebt er geen 1 of 2 of 10, maar het zijn er 300, hè? En Duco vertelde al dat de sfeer onder elkaar zo belangrijk is dat alles valt weg. Jullie zijn echt een team, hè? Ja, het is ook echt zo. Wat je vaak hoort is dat mensen gaan naar Okidoki. En dan komen zoals van de week liepen we naar het zwembad hier om te gaan zwemmen. En dan merk je gewoon, je komt hier buiten het terrein en je denkt, oh, er is nog een wereld buiten Okidoki. Je bent niet meer gewend aan dat je dus netjes op de stoep moet lopen. En dat, omdat je gewoon echt in het soort van Okidoki ingaat en je bent één grote familie. En nu gaat dat nou weer uit elkaar. En dat is echt heel gek. Om even de eerste paar dagen dat je niet meer in je modderkloffie met je verfshirt en je vieze laarzen daar nog nu in de supermarkt komt. Dat nu allemaal weer weggaat. En dat is wel heel gek. Maar de kinderwereld, als we daar even kort naartoe gaan, die vind je wel heel mooi, hè? Ja, ik heb er zelf voor gestudeerd, dus ik vind het zelf ook heel interessant en leuk om er iets mee te doen. Wat voor opleiding had je? Ik heb eerst de PABO gedaan en nu heb ik nog een opleiding onderwijskunde gedaan. Dus ik vind het gewoon zelf kinderen heel interessant, maar goed, daarnaast, ik ben natuurlijk niet direct meteen betrokken bij kinderen, maar ik vind het wel heel leuk om erover na te denken van hoe kunnen we het nou voor de kinderen zo leuk mogelijk maken. En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de vrijwilligers, van hoe kunnen we dat nou zo leuk en gezellig en zo goed mogelijk laten verlopen met z'n allen. En daar zijn in principe maar weinig klachten over. Heel af en toe hoor je iets, maar dat is eigenlijk onbelangrijk. Hoe gaat het financieel? Is het nog wel te redden, Okidoki Dorp, met de subsidie die je krijgt?
Ja, natuurlijk. We merken, nou, we zijn ontzettend blij met de gemeente Wijchen dat die ons ondersteunen bij Okidoki. Ieder jaar weer krijgen we subsidies, dus dat is echt ontzettend fijn. Maar daarnaast ook, ja, er zijn zoveel bedrijven die Okidoki een warm hart toedragen. Dus zowel financieel, maar ook heel veel sponsoren die juist in natura een steentje bijdragen. Van hulphandjes tot nou, dingen voor de keuken. Dus dat is echt... En het is natuurlijk ook zo dat wij natuurlijk ook merken dat voor bedrijven die het ook moeilijk hebben deze tijden. Maar we vinden het echt, echt geweldig dat ze nog steeds ieder jaar weer zeggen van nou Okidoki, daar doen we het gewoon voor. Want de insteek moet inderdaad ook van de bedrijven zijn. Die moeten ook van kinderen houden natuurlijk. Zeker, en ik denk ook echt dat dat is voor dat Okidoki een evenement is wat, waar ik zelf heel erg trots op ben. Maar dat dat ook kan zijn omdat het echt voor kinderen en voor vrijwilligers zoveel betekent. Dat als je daar als bedrijf toch maar iets voor kan doen. Ik snap dat ook wel, dat dat echt een heel fijn gevoel is voor, als bedrijf alleen al. En natuurlijk doen we er ook graag wat voor terug. Maar ja, het is echt helemaal gaaf dat bedrijven zoveel voor Okidoki willen doen. Tot slot, jouw mooiste Okidoki moment? Mijn allermooiste Okidoki moment was eigenlijk pas net. We hebben de hele week heel veel regen gehad en daar heel veel gedoe mee gehad. En nu aan het eind bij de aftocht van de centrale figuren. Dus, nou ja, dus de figuren deze week voor de kinderen ook een heel belangrijke rol speelden. Die gingen met een koets door de poort. En boven de poort verscheen nou, net daarvoor een dubbele regenboog. En de ballonnen gingen op. En dat was zo'n magisch en mooi moment. Heel emotioneel ook. Dat, ja, dat is echt het allermooiste Okidoki moment voor mij.